Parlement een nieuw wetsvoorstel. DNA-leden gaan 2,5 keer meer verdienen. McAndrew niet op de hoogte van het ontslag van Marciano Hellings. En Ramsoukou betere regelgeving voor toelagen, ex-ministers en de dubbele salarissen. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 17 mei 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het Surinaamse parlement heeft donderdag gedebatteerd over nieuwe wetten die de salarissen en voorzieningen voor toekomstige DNA-leden, parlementariërs dus, fors zullen verhogen. Volgens DNA-lid Ebu Jones zal het maandsalaris van nieuwe parlementariërs stijgen van 18.000 SRD naar 45.000 SRD en met extra toelagen waardoor het totaal boven de 82.000 SRD kan komen. De voorgestelde verhoging geldt niet voor de huidige DNA-leden, maar wel voor de volgende parlementaire periode na de verkiezingen. Oppositiepartijen uiten kritiek dat zulke riante verhogingen oneerlijk zijn tegenover de Surinaamse bevolking die gebukt gaat onder prijsstijgingen. Parlementariër Jones stelde dat er geen opleidingseisen zijn om DNA-lid te worden en vond de hoge salarissen daarom moeilijk te rechtvaardigen vergeleken met academici in overheidsdienst. De regeringscoalitie verdedigde de aanpassingen als nodig om de inkomens van de drie staatsmachten gelijk te trekken. De Surinaamse minister van Arbeid, Stephen McAndrew, heeft verklaard formeel niet op de hoogte te zijn van het ontslag van Marciano Hellings. McAndrew zei woensdag tegen journalisten dat zijn ministerie nog geen melding heeft ontvangen van de arbeidsinspectie over het ontslag van Hellings door het energiebedrijf EBS. Ik heb het van de media vernomen, aldus de bewindsman. Hij benadrukte dat bedrijven wettelijk verplicht zijn ontslagen te melden bij de arbeidsinspectie, die vervolgens toetst of een ontslag gerechtvaardigd was. Er bestaat ook een bemiddelingsraad voor arbeidsconflicten. Volgens McAndrew kunnen diefstal, bedrijfsspionage en geweld geldige redenen zijn voor ontslag op staande voet. EBS ontsloeg Hellings voor het delen van bedrijfsfoto's, wat gezien werd als een schending van het vertrouwen. De minister stelde dat zijn ministerie verder geen rol heeft, aangezien er instanties zijn voor dergelijke arbeidskwesties. Het DNA-lid Kishan Ramsoukou heeft donderdag in het Surinaams parlement aangedrongen op betere regulering van de toelagen voor ex-ministers en de dubbele salarissen van zittende DNA-leden die ook een overheidsbaan hebben. Volgens Ramsoukou krijgen sommige ex-ministers die slechts kort hebben gediend toch een levenslange toelage. Dit moet nu goed gereguleerd worden, aldus het parlementslid. Hij noemde het een heet hangijzer boven de samenleving. Ramsoukou haalde ook de kwestie van de dubbele salarissen voor DNA-leden aan, die hij beschouwt als oneerlijk tegenover de bevolking. Een initiatiefwet om dit aan te pakken werd in juni 2022 al ingediend, maar wacht nog op behandeling. Het parlementslid zei dat er aanvankelijk wat opstartsproblemen waren bij de commissie die de wet voorbereidt, maar dat deze nu wel voortgang boekt. Ramsoukou hoopt de wet dit jaar nog behandeld en aangenomen te krijgen, ondanks dat de verkiezingen naderen. Enkele DNA-leden zouden het oneens zijn met de wet omdat zij hun inkomen ontoereikend vinden. Maar Ramsoukou benadrukte dat geluisterd moet worden naar de publieke opinie die dubbele salarissen afwijst. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.